ja, er moet ergens wel iets rondzweven. Toen je 12 was en je eerste vader overleed, had je toen al dat gevoel? Of is dat veel later gekomen, dat gevoel van er moet iets zijn? Ja, erg goed kan ik me dat niet herinneren. Maar ik dacht wel dat het vrij vroeg was. En komt die invloed van God, of wat er dan ook moet zijn, wordt dat mede in hand gewerkt doordat je lang in Spanje hebt gezeten? Nee. Ik heb op de eerste plaats heb ik van 6 tot 12, de school, 13 hoor, school met de Bijbel gezeten. Dus in het dorp waar ik woonde waren twee scholen. Dus ja. Twee scholen, een openbare en een christelijke. Groep op de eerste school. En daar heb ik gewoon mijn hele leven opgezeten. Op mijn hele leven, mijn hele lagere schoolperiode opgezeten. Dus je hebt ook leren bidden bijvoorbeeld? Ja, jawel. Ik ben gewoon zo begonnen. Mijn vader zegt, nou goed, voor mij hoef je niet naar de kerk. Of gewoon wij een groentewinkel hadden en dus gewoon aan de kerk leverden. Dus het was ook niks vreemd. Omdat je af en toe als je boodschappen moest doen, dan de groente achterop. En het kistje fruit naar de kerk. Ja. Dus het was niks vreemd. Het was ook niks, denk je, zeg maar goed, je was er wel of niet bang voor. Of je was er wel of niet mee. Helemaal niet zelfs. En bid je nog wat voor het eten? Nee, dat zijn dingen die... Dat vond ik eigenlijk eerder leuk. Zijn meeste bidden met zijn ogen dicht dat jij stiekem kost rond te kijken. Ja, dat vond ik wel leuk. Maar niet dat je zegt, hé jongens, ik ben er zo... Het is gewoon iets wat je ja, meeneemt, laat ik het zo maar zeggen. Maar wel op je eigen manier. Want ik denk niet als je klein bent en je hoort alle verhalen. Al neem je het beginverhaal dat de een en ander doodslaat, hoe gaat het dan verder? Ja. Dan moet je echt geloven. En dat, ja. Nee, ik geloof op mijn eigen manier. En al die spelers in Spanje die voor het veld die gaan 20 kruisjes slaan? Nou, dat is een opvoeding. Dat moet je ook zien als een opvoeding. Want als je daar wel over gaat nadenken, dan klopt het niet. Want als ze alle 22 hetzelfde doen, wie wint er dan? Dan speel je allemaal gelijk. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Nee, dus je moet het zien als een gegeven. Ja. Maar je moet er ook niet verder. Ja. Dit is jouw typische simpelheid van denken, geloof ik. Hè? Als ze alle 22 dan... Ja, ja. Dat kan toch niet.